Ik wil nu voordragen uit mijn boek wat ik het eerste geschreven heb en aangeboden heb aan Aspect. En dat boek dat heet Mijn renovatie van het Rooms-Katholiek geloof. En daar staan twee namen onder. De eerste is mijn echte naam, Dr. Antonius F. W. Morsel. En Tom Tournu, dat is een pseudoniem. En daaruit wil ik dus voordragen. Ik zou het nu in 2018 anders genoemd hebben. Ik zou het nu de essentialia van het Rooms-Katholiek geloof genoemd hebben. Maar goed, het is nu eenmaal gebeurd. Zal ik uit het boek voorlezen het stuk wat ik dan bouwsteen 18 noem, Bijbelaanvullingen. Het heet Rust eisen, Antonius 1:1. Hoe ondeugend. Rust eisen, Antonius 1:1. Dit is vooral bedoeld voor mensen die geen nee kunnen of durven zeggen. De aardigen, waar constant misbruik van gemaakt wordt. Het is toch te gek voor woorden dat je volledig richt met alle woorden naar van een geschrift van 2000 jaar oud, wat ook nog eens polyinterpretabel is, dat wil zeggen voor meerdere uitleg vatbaar. Het heilig oriool wat u ziet op die foto, dat is gewoon een infraroodfoto. Die kun je tegenwoordig gewoon overal laten maken. En daar heeft deze evangelist van 2012 dankbaar gebruik van gemaakt. Rust eisen voorkomt vele stressziekten. Dit verhaal, deze parabel, is een pleidooi tegen geestelijke overbelasting. Tussen haakjes burn-out. Rust eisen, Antonius 1:1. Denken aan rust in deze renjerotijd is een welkome gedachte. Marcus 6:30-34 gaat over rust. Maar nu het verhaal over de waarschijnlijk nooit heilig verklaard wordende Antonius. Zoals veel jongetjes was Antonius in zijn jeugd padvinder. Hij was een welp met kwaliteiten. Als je alle welpen uit het rode, bruine, groene en grijze nest zag rondrennen als circuspaadjes, dan viel verder geen enkel welpje op. Maar toch had er één talent. De Akela, de leidster van de welpen, was een akelig mens. Het woord akelig komt niet zomaar uit de lucht vallen. Akela's zijn meestal gefrustreerde vrouwen van onder 40 die hun haat en frustraties ten opzichte van mannen sublimeren in een keihard gedrag tegenover kleine lieve jongetjes. Antonius kon goed toneelspelen. De Akela zag dit en eiste meteen dat hij mee zou doen aan maar liefst 6 toneelstukjes. Dat ging de jongen wel boven zijn pet. Hij trotseerde de wens van zijn Akela en zei 3 en niet meer. Vervolgens ontstond er een woordenwisseling, tijdens welke de Akela de ruimte waarin de welpen zaten afgesloten. Dit zou je tegenwoordig gijzeling noemen. Maar toen kwamen de dramatische kwaliteiten van de jonge welp pas echt naar de oppervlakte. Hij gaf harde roffels op de deuren en produceerde tegelijkertijd een gegil waar je koud van werd, een doorgedraaide volwassen hysterica waardig. Akela kon niets anders doen dan de deur openen en aan deze welp de vrijheid geven. Wat is de moraal van dit verhaal? Je moet rust eisen, anders ga je er dan onderdoor. Maar het verhaal is nog niet ten einde. Wat deed deze akelige Akela vervolgens namelijk? Zij belde de moeder van de welp. En bij zijn moeder aangekomen, kreeg het in wezen lieve jonge welpje, dat alleen maar om zijn terechte rust gevraagd had, ook van haar nog eens de wind van voren.